Er wordt niet voor niks gezegd. Het is code rood in het basisonderwijs op dit moment. Het is ontzettend nodig om, uh, om duidelijk te maken dat het zo niet langer kan. Op dit moment krijgt één op de vijf leraren in het basisonderwijs een burn-out. Is er een enorme werkdruk en krijgen ze veel minder loon dan collega's in het voortgezet onderwijs. En dat hakt erin. En als leraar moet je gewoon in topvorm zijn om die kinderen bij te brengen wat ze moeten leren. Maar dat lukt niet altijd. En dat werkt weer frustrerend. Dat werkt weer werkdrukverhogend. Het demissionair kabinet heeft 270 miljoen euro beloofd. Maar dat is niet genoeg. En dus blijven de docenten doorgaan tot er een oplossing komt. Er zijn straks 10.000 leerkrachten te weinig. Nou, 10.000 leerkrachten voor klassen van 25 kinderen, dat zijn volgens mij 250.000 kinderen zonder leraar. Dat lijkt mij wel een heel erg groot probleem. Dat kan echt niet meer. Dat kan echt niet meer, nee. En het is wel even voor de duidelijkheid: we hebben onze tanden er nu in gezet en we laten niet los.